luisteren. Bij letter B is er de hel van het koor wat het beleeft. Dat zie je aan de hele houding. Dat zie je wat ze de, als het ware de maat in zich opdrinken. Maar, wir setzen uns, dat is het niet. Je moet meedoen. Doe je het eens voor. Zoals ik dat bedoel. Dat je totaal opgenomen bent in tekst en muziek. Ga je gang. Wir setzen uns. Ja, heb je nou het verschil gehoord? Ja, da, 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 ja, da, da. Totaal andere opvatting. Waarom gebeurt het? Meneer Van Egmond, dat was op deze repetitie wel weer duidelijk. U bent een bezielend koordirigent. Maar vindt het koor u ook een lastig dirigent? Nou, dat is een moeilijke vraag. Ik geloof dat ze al beginnen te lachen. Want dat lastig zijn, dat is natuurlijk wel nodig, dat begrijpt ieder mens. Je kunt het soms natuurlijk wel eens een beetje bar maken, niet waar? Want dat hebben we wel eens een keer meegemaakt, hè? Maar u ziet, het is toch niet zo heel erg, want niet iedereen die reageert er al zodanig op. Ik geloof dat we het heel goed met elkaar kunnen vinden. En dat we werkelijk goede prestatie kunnen maken. Wat, is er iemand die klapte hier? Dus... Ja. Ik kan me voorstellen, meneer Van Egmond, dat u dat allemaal niet op een zomerachternamiddag gemaakt heeft. Hoe lang bent u hier nou wel mee bezig geweest? Nou, ik dacht dat we ongeveer zo'n jaar of 18 bezig zijn geweest. En u heeft dat geleidelijk aan opgebouwd. Koopt u elke keer een wagon? Of een... Nou, ik koop het zelf niet. Ik heb namelijk een groot koer, het Amsterdam Auditorium Koor. En ze weten wanneer je jarig bent, wanneer ik dan jarig ben. En dan kan ik van verschillende dingen dus nog wel eens het een en ander gaan doen. Dat wil dus zeggen, ik krijg locomotieven. Ik krijg wagons, ik krijg schakelapparatuur, maar het grootste gedeelte, dat moet je dus verder zelf zien te doen. Dat is de baan. Hè. Waar vinden we nu de echte Piet van Egmond? Nou, de op zijn orgel, achter zijn koer of bij zijn trein? Nou, nee, zo moeten we het niet zeggen. En we kunnen ook niet alles op gelijke hoogte schatten. Ik geloof dat de trein nodig is, vooral omdat je er veel dingen mee doen kunt. Veel schakelingen, veel wissels gebruiken dus. Ziet u toch ergens een verband tussen uw muziek en de techniek van het orgel en de techniek zoals we dat hier zien? Ja, enigszins wel natuurlijk, want deze techniek is volmaakt. Dat wil dus zeggen in zoverre die volmaakt kan zijn. En de techniek van het orgel, dat is het volmaakte spelen. Dus op zover kan het natuurlijk parallel lopen. Is er een toevalligheid dat er meer muzici zijn die de treinhobby hebben? Nou, ik dacht het niet. Ik geloof dat er iets fascinerends van uitgaat. Om het zelf te maken, het zelf in te delen. En de mogelijkheden die er dus bij iedereen anders liggen, zijn om dan te zorgen dat je je als het ware dus ontspannen. Ja. U bent net zoals voor uw koor en op uw orgel, kunt u hier helemaal zelf de baas spelen. De baas spelen.